Mijn naam is Alize Oldenbroek en ik lees voor u Matteüs 24. De komst van de mensenzoon. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: "Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken." Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: "Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?" Jezus antwoordde hun: "Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: 'Ik ben de Messias.' En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats, lezen begrijpt dit goed, dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: 'Kijk, dit is de Messias,' of 'Daar is hij,' geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: 'Kom mee, hij is in de woestijn,' ga er dan niet heen. Of als ze zeggen: 'Kijk, hij is daar binnen,' geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan, als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig die dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter die dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.